Graag uw aandacht in verband met het overlijden van het lid van onze vereniging. Ik verzoek u hierbij indien mogelijk te gaan staan. Op zaterdag 10 februari 2018 is na een periode van ziekte overleden een van onze oud-eerste elftalspelers van de VV Nunspeet, Bart van Orde senior, op de leeftijd van 77 jaar. Bart verhuisde vanuit Apeldoorn als leerkracht naar Nunspeet en is toen 1 juli 65 lid geworden. Hij is plusminus 10 seizoenen actief geweest, onder andere als spits in ons eerste elftal en heeft menig doelpunt gescoord. Later speelde hij bij de veteranen en was daarna bijna elke wedstrijd aanwezig op het sportpark als Nunspeet thuis moest spelen. Onafscheidelijk samen met de trouwe Labrador. Bart was een mensenmens. Een persoon met een blauw-geel hart. Altijd in voor een geintje en had voor iedereen altijd een praatje of een opmerking. We zullen je gaan missen op je vaste plek bij de oude kleedkamers. Vandaag hebben alle jeugd- en seniorenteams die thuis spelen ook één minuut stilte gehouden voor jou. Ter nagedachtenis en respect. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, de kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe dit grote verlies te dragen. Daarom vraag ik u nu om 1 minuut stilte in acht te nemen. Thank you.